Ik heb hier een voorbeeld van de duurzame geteelde tarwe die we deze zomer nu hebben ontvangen. En deze tarwe die gaat naar de maalderij met de bestemming voor de koekjesfabriek. Vanuit de consument en de verwerkende industrie is er een steeds grotere vraag naar duurzaam geteelde producten. In Zeeland leveren 40 boeren tarwe aan voor de koekjesfabrikant. Peter Liefhard uit Wolfaarsdijk is één van hen. Hij teelde al behoorlijk duurzaam, maar moet nu aan nog strengere eisen voldoen. Hoe is de smaak? Beetje deegachtig, hè? Waarom is het belangrijk voor u dat het duurzaam geteeld is? Nou, ten eerste voor mezelf. Je wil, je grond is je productiemiddel. Je wil, ik wil over tientallen jaren ook nog een goed gewas kunnen telen. Dus, en ik wil ook mijn omgeving niet belasten met mijn bedrijfsvoering. De duurzaam geteelde tarwe gaat naar de Zuidwestelijke Landbouwcoöperatie CZAV. De boeren die meedoen aan het project zijn de pioniers op duurzaamheidsgebied. Duurzaam telen, dat is intensief telen. Zorgen dat je een zo hoog mogelijke opbrengst haalt met zo min mogelijk input van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of andere producten. En dan zit je op een duurzame lijn. Op de computer is met behulp van satellieten van alle deelnemende boeren te zien hoe hun akkers erbij staan. We zien hier op deze kaart bijvoorbeeld de opbrengst. Dat vinden we op het moment heel interessant, omdat we aan de vooravond staan van de oogst. Dus je ziet hier ook in die kaart die vanaf juni tot en met de dag van vandaag zie je de ontwikkeling. Een mooie gestage lijn omhoog. Die eindigt bij meer dan 10 ton per hectare. Een hele mooie opbrengst. Duurzaam geteeld of niet, de oogst blijft afhankelijk van het weer. Als vandaag droog was gebleven, had ik misschien morgen, had je misschien morgenmiddag wat kunnen doen. Maar ik hoop toch vrijdag of zaterdag wel aan de gang te kunnen. Het is de bedoeling dat de koekjes van deze tarwe in het najaar in de winkel liggen. De stationsbrug in Middelburg is vanaf vandaag niet meer te